Ook goedemorgen. Mijn wekker gaat om 7 uur. Maar meestal ben ik wel een half uurtje eerder wakker. En dan ga ik vaak nog even blijven liggen. Even kijken op Facebook en Instagram en zo. En daarna ga ik eruit. Als ik uit bed stap, eet ik eerst dat stukje fruit. Vaak 2, een banaan en nog een sinaasappel of iets. En dat eet ik altijd op mijn nuchtere maag, omdat als je eerst een boterham eet en dan fruit, kan het gaan schiften. En dat is niet goed voor je. Als ik fruit op heb, dan pak ik mijn handdoek en ga ik naar de badkamer om te douchen. En dan poets ik mijn tanden en even wakker worden. Na het douchen smeer ik me altijd in met kokosolie. En dat doe ik voor mijn droge huid. Mijn kleding die ik uitkies is afhankelijk van het weer. Nou, vandaag is het niet zo lekker weer. Dat hoorde ik vanochtend al toen ik wakker werd, regende het. En doe ik wat warmere kleding aan. Ik smeer iedere ochtend 2 boterhammen na het douchen en aankleden. Als ik haast heb, eet ik deze op in de auto. En al heb ik tijd, eet ik die op aan de keukentafel. Met vaak mijn laptop, mijn e-mail erbij. Check ik die even. Ik heb thuis 2 katten. Roje en Pippi. En voordat ik wegga, kijk ik altijd even of ze eten hebben. Genoeg water en of ze de dag doorkomen. En zeg ik gedag en ga ik de deur uit. Living en design gedaan als opleiding. Ik heb een wel afgemaakte opleiding, maar ik doe er nu eigenlijk helemaal niets meer mee. Ik had dit idee op mijn 18e. Ik weet nog dat ik in de auto zat met mijn vriendinnen en die dachten van nou, daar komt Linda weer met de idee en dat wordt nooit wat. En uiteindelijk is dit mijn 5e jaar dat ik ermee bezig ben. Bij mijn ouders staan mijn werkschoenen en mijn jas. Dus na het kopje koffie rijd ik altijd eventjes door, zeg ik goedemorgen en doe ik mijn schoenen aan, mijn jas aan en dan ga ik aan het werk. Ik deel bijna 50 verschillende soorten, van sla tot courgette, tuinboon en eigenlijk noem maar op. Mijn overgrootopa is het bedrijf begonnen. Daarna mijn opa, mijn vader. En nu ben ik ook aan het werk. Ik werk helemaal biologisch dynamisch. Dus ik doe echt zonder bestrijdingsmiddelen. Geen kunstmest en eigenlijk laat ik de natuur de gang gaan. Ik probeer wel een beetje de vogels en de slakken weg te halen. Maar de rest is echt puur natuur. Er is nog geen groenteboer in mijn leven. Maar wat niet is, kan nog komen. Ik ben Linda Duindam en ik ben groenteboerin.